zijn hier bij Hoeve Christina aan de Voordijk en ik sta hier bij Wim Groeneboom. Wim, jij hebt je hele leven hier op deze hoeve gewoond en jij hebt ook alle ontwikkelingen hier meegemaakt. Vroeger was het anders dan dat het nu is. In 1919 zag het hier heel anders uit. Landbouw, akkerbouw, veeteelt, wat was dat hier allemaal? Hier was het meestal bij iedereen een gemengd bedrijf. Dus dat is landbouw, dat is akkerbouw en dat is veeteelt. En ook veel tuinders had je hier. Daarom is ook die Barendrechtse veiling zo enorm gegroeid. Hoeveel hectare hadden jullie? 25. En wat is daarvan overgebleven? Niks. Stukje bij beetje werd er steeds meer land afgenomen, als ik het zo mag zeggen. We kijken nu in de richting eigenlijk van de Middendijk en daarachter de Achterzeedijk. Daar zijn alleen maar huizen nog maar terug te zien. Vroeger was het allemaal een landschap. Een heel vlak landschap. En je kon hier vandaan, van de boerderij kon je zien, als er een knecht van je met de tractor naar huis kwam. Oh, daar kom je aan. Die zag je aan de Middeldijk rijden, doet de deur helemaal vast open, want hij is zo hier. Wim, toen jij het bedrijf overnam van je vader, was er toen al sprake van het oprukken van die stad? Ja, toen was er wel sprake van. Er waren wel eerst geruchten. En later zag je steeds dichter bij je komen. Dus ja, het ging toen al aan leven. Maar echt beginnen, dat was jaren later pas hoor. Ik ben dat de nieuwbouw hier nog maar 12 jaar staat of zo, dacht ik eerst. In Nieuwland en zo, ja. Wat voel je er zelf van? Hoe voel je je daarbij? Dat was niet leuk, want hier had je boerderij met al die landerijen achter. En dan zag je een kraan gaan en dan zag je weer een grijper gaan. En die gingen daar een sloot te graven en toestanden op jouw land, want dat was eigenlijk van mij geweest. En dus ja, dat was wel vervelend hoor. Je stond soms wel eens over het hekken te kijken en zegt, jongen. Wat schiet er van over? Dat was minder leuk eigenlijk. Ja, je hebt wel een paar jaar nodig gehad om dat een plaats te geven als het ware. Dat was niet leuk. Nee. Want net zoals dat jij het van je vader hebt overgenomen, het bedrijf, had jij het graag ook aan je zoon over willen dragen? Ik had het graag over willen dragen aan mijn zoon, ja. Want die was ook wel technisch, hij had nou een autoservicebedrijf. Maar die had er ook wel een beetje ideeën in, ja. Als er nou zoveel is veranderd, Wim, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het vroeger was. Oh, dat kan ik je laten zien. Want we hebben er een hele mooie film van. Dus als we die bekijken, dan weet je hoe het vroeger ging hier. Het begint al met een bekend beeld, Wim. Maar waarom heeft oom Leen deze film gemaakt? Oom Leen heeft deze film gemaakt omdat hij een zoon had in Canada, Amerika. En we wilden hier laten zien omdat zijn leven hier was ingedeeld. En vooral ook voor zijn vrouw, tante Drikkie. Dat hij dus, konden ze daar ook, met levende beelden, konden ze nog eens bekijken daar. Want toen konden ze gelijk weer oude herinneringen ophalen van toen hun hier nog hier waren. Als we nu kijken naar deze beelden van de film uit 1956, wat voel je er zelf bij? Ja, er komen wel herinneringen boven natuurlijk. Je ziet een hoop mensen die niet meer leven, die niet meer bestaan. Ook mijn ouders niet. En dat geeft toch wel even een beetje emotie als het ware. En ja, je ziet hier beelden. Ja, toen ging alles heel anders als nu natuurlijk. Kijk, want je ziet dat die auto's weggaan. Nou, dat ging rustig. Hier heb je weer de stroopers. Die kwam achter de dorstmachine vandaan. Want we hadden vroeger ook al een loonbedrijf. Bij al die boeren gingen we dorsen. En een stroopersen. Want de stro werd gebruikt voor het vee in de stal. En de koren werd verkocht aan de graanhandelaar. Dat is mijn moeder, ja. Die zat de was te drogen. En dat is weer de dorstmachine. Jullie hadden aardig wat landbouwwerktuigen, als ik het zo zie. Ja, omdat we een soort loonbedrijf hadden. Dus, en de veeteelt zie je hier niks van. Maar kijk, dat is ook weer een John Deere trekker. En daar zit Jan van den Berg op, dat is ook een arbeider bij ons. We waren vrij modern, 1956, als je met zulke machines draaide, dan moest je echt toch vrij modern wezen hoor. Is daar nog wat van overgebleven, van de machines die we nu in beeld zien? Nee, dat is allemaal vergaande glorie. Dat is mijn vader en mijn zus, mijn moeder en oom Leen. Oom Leen de melkboer. Daar komen ze de stroopers, die gaan ze weer binnen zetten.
Het is ook een regenachtige dag. En dan staan de koeien, die willen straks weer gemolken worden, dus die komen ook weer naar voren toe. Omdat we dus een gemengd bedrijf hadden, hadden we ook koeien. Hoeveel koeien hadden jullie? Ja, het is een stuk of 14, 15, maar nog niet zo'n groot bedrijf. En de melk die de koeien gaven, dat ging naar Ome Leen toe? Nee, nee, dat ging naar de CMC, naar de fabriek. Die werden in 40 liter tanks, die worden ze nog wel eens te koop. Werden die opgeslagen, dan kwam de melkrijder, die kwam ze halen. Dat ben jij, Wim, in jonge jaren? Dat ben ik in mijn jonge jaren, ja, ja. En dat is Van den Berg, dat was een arbeider die bij ons werkte, ja. Als je er naar kijkt, kan je nog herinneren? Aardappelrooier is dat. Het was toen al vrij modern. En dus, dat was al een zakkenrooier, dus je schepte die aardappels op over een bank. En achter had je dus een zak hangen en die deed je dan vol en dan legde je weer in de grond. Dingen die wogen dikwijls 70, 75 kilo. En s'avonds moest je ze weer opladen op de boerenwagen. Dan geef het je te doen. Ja. Want hoeveel landbouw, of trekkers hadden jullie? 1, 2, 3. Ja, dat is Marien Kleijan, dat kan naar de Weiderland. En ik sta daar met mijn rug. Vecht ook wat onderhoud, want volgens mij zijn jullie ook af en toe bezig om de boel weer aan de praat te krijgen. Als je zo naar de beelden kijkt. Ja, het vergt, dat loopt altijd, loopt in de grond, dus dat hebben altijd storingen en zware. Het schuurt, dus je lagers moet je regelmatig vernieuwen. Die waren niet zo mooi dicht als tegenwoordig. Dat is mijn moeder en dat is mijn zus. Samen even aan de koffie naar de gedane arbeid. Gedane arbeid, gaan ze even wat gemakje koffie drinken en een gezellig praatje maken. Hier gaat het niet helemaal goed. Nee, ze is een beetje te zenuwachtig of zo. Mijn vader zit wel te lachen, maar het goede kleed zag eronder. Mooi dat dit bewaard is gebleven, Wim, deze beelden. Ja, dat is zeker.